Want deze gevangenis, dat was toch een beetje de proeftuin voor het drugsbeleid van de gemeente. Hier kon het allemaal, hier konden we het proberen, hier konden we kijken, hier kwamen ze altijd weer terug. Hallo, ik ben Marjan. Welkom bij Cineac Noord. Mensen reageren op het overlijden van Koen Moulijn bij het muurtje van Moulijn. We staan hier in de Bloklandstraat bij het muurtje van Moulijn. Er zijn al een heleboel mensen die vandaag bloemen hebben neergelegd vanwege zijn dood. We gaan een kijkje verder nemen wat mensen ervan vinden. Ja, ik woon aan de Berg Singel. En ik dacht, ik las in de krant over het overlijden van Koen Moulijn. Dit is Oude Noorden. Dat is vlakbij, dus ik ga maar eens kijken waar dat muurtje nou is. En Bloklandstraat nummer 14, dus ja. Vanwege zijn overlijden dacht ik, Oude Noorden, ik wil kijken waar hij dan geboren is en begonnen is met zijn leven, met zijn voetballeven. Dus u was een grote voetbalfan? Nee, helemaal niet. Ik ben niet eens in Rotterdam, maar ik woon nog maar 3 jaar in Rotterdam. Maar u kent hem wel? Ja, ik ken hem wel. Niet persoonlijk, maar ik ken zijn naam natuurlijk. Ja. En ja, hoe bent u er dan een soort van achtergekomen dat hij bestond, aangezien u geen voetbalfan? De krant. En vroeger als jongen was je wel op straat aan het voetballen. En er was de een die was Poeskas en de ander die was Koen Moulijn. Kunt u ons vertellen waarom u bij het muurtje bent komen kijken? Ja, gewoon even omdat Moulijn toen hier gewoond heeft. En ja, ik kwam hier vroeger als schooljongen al met de melkboeren. En dat is in een periode, dan ging je langs de huizen en dan had je een loper. Dan kon je met die loper kon je gewoon naar binnen gaan. Hè? Nou, dat is nu natuurlijk wat veranderd, want nu hebben we tegenwoordig strippen, op de inbraakstrippen zitten, dat is jammer. Maar dat was de tijd dat Moulijn hier gewoond heeft. En toen was meneer Moulijn al verhuisd, die was al ergens anders gezet. Ik was natuurlijk schooljongen, ik ben nu haast 70 en ze hebben nog een jaar of 60 jaar terug, 60, 55 jaar geleden. En ik weet niet of hij hier, dat weet ik nog niet, of hij hier geboren is, moet ik nog eens nakijken, maar dat zou best kunnen. Ik heb niet anders gehoord dan de Bloklandstraat. Dus het zou wel eens kunnen dat u Koen heeft zien voetballen? Dat is niet ondenkbaar. Op die helm, daar zit Kees Verdongen, die heeft er al lang en breed op getekend. En daar had ik dan eronder, kijk hier kan je zien met Jan Jansen. Kijk, daar heb ik een plekje bewaard voor Koen Moulijn. Voormalig huisarts en inrichtingsarts Chris Kamermans is geridderd door de wethouder. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy. Maar Chris, nee, het is niet zomaar. We hebben je niet hierheen gelokt voor zomaar gezellig samen zijn, maar wel voor een heel officieel en een heel mooi moment, denk ik. Een bijzonder moment voor een bijzonder persoon. Wat sowieso bijzonder is, is dat de meeste mensen die vertrekken uit de gevangenis, zeker na 35 jaar, ja, die willen niet zo snel terugkomen. En dat is wel bijzonder dat Chris gewoon terugkomt nadat hij hier 33 jaar gewerkt heeft. Namens het stadsbestuur van de gemeente Rotterdam.
Aangezien het toch belangrijk is om af en toe stil te staan bij bijzondere mensen. Die een waardevolle betekenis hebben voor de Rotterdamse samenleving. En dat is hier het geval. Want de heer Kamermans. Die. Ja, meneer Kamermans, Chris. Ja, voor dit alles, voor uw totale verdiensten voor de samenleving, uw betrokken, langdurige en deskundige inzet voor de samenleving, heeft het Hare Majesteit de Koningin waard u te benoemen tot de ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En daar wil ik u graag als eerste mee feliciteren. En u bestrijden. Wat mij al die jaren nooit is overkomen, is dat ik nu een beetje met mijn mond vol tanden sta. Ik geloof niet dat ik zoveel complimenten ooit in zo'n korte tijd over me heen gekregen heb. Nou, meneer Schreier, we zijn nu in de gevangenis op de Noordsingel. Net is de oude penitentiaire arts, maar ook huisarts en vele andere dingen, Chris Kamermans, geridderd. Ja. Wat is de reden dat gedaan is? Nou, kijk, een ridderorde is voor mensen die zich op een hele bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Nou, Chris Kamermans heeft dat zowel hier in de gevangenis gedaan, heel lang, als inrichtingsarts, 33 jaar. Daar allerlei ontwikkelingen meegemaakt, met name medische zorg rondom drugsverslaving. Daar heel actief mee geweest. Maar ook in Rotterdam zelf als huisarts, maar ook in allerlei projectgroepen, in instellingen en organisaties. Daar is iemand met een buitengewone inzet. Ja, en daar past dus ook een buitengewone blijk van waardering voor. En dat betekent dus de ridderorde van de koningin die daar net uitgereikt is. Het leuke was, hij was ook niet voorbereid. Dus hij was ook echt verrast. En dat zijn toch altijd wel de mooiste momenten. Ja. Kunt u misschien iets opnoemen wat zo bijzonder is geweest, wat hij gedaan heeft? Nou ja, de plek hier natuurlijk, zijn rol hier, 33 jaar in de gevangenis als inrichtingsarts. Nou, dan maak je heel wat mee. En 30 jaar tijd ook allerlei maatschappelijke ontwikkelingen waar je ook mee te maken krijgt hier in de instelling. Hij is heel actief geweest met name in hoe ga je met drugsverslaafden om. Je kan wel doen alsof het er niet is, maar hij heeft het wel aangedurfd om bespreekbaar te maken hoe gaan we om met mensen met een drugsverslaving. Om dat ook binnen die instelling een plek te geven. En dat heeft hij ook buiten de instelling heeft hij daar ook advies over gegeven. Ook aan het gemeentebestuur destijds. Hoe gaan we met onze drugsverslaafden in de stad? Die toch verantwoordelijk zijn voor een grote hoeveelheid criminaliteit. Overlast, maar tegelijkertijd ook gewoon echt problemen van mensen zelf. Die ook op wil lossen op een sociale, humane manier. Daar zijn kennis en ervaring daarbij. Daar heeft het stadsbestuur heel veel aan gehad. Hij was dus eigenlijk de pionier op dat gebied. Hij was hier in de Noordsingel, in de gevangenis in Nederland, was hij echt pionier. En dat is later ook overgenomen landelijk. De eerste drugsvrije afdeling van een gevangenis die hier ontstond. Maar ook de behandeling van drugsverslaafden. Dat is breed overgenomen. En veel van zijn ideeën die hier ontwikkeld zijn, die ook gewoon in de stad overgenomen zijn. Hoe gaan we drugsverslaving om in de stad? Hoe geven we dat een plek? Zonder dat het de uitwassen. Van enorme overlast, maar tegelijkertijd ook wel sociaal, medische zorg op een hoog niveau. Net geridderd, onverwacht natuurlijk. Wat vind je ervan? Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat als je je leven lang vooral plezier gemaakt hebt in je werk en dingen gedaan hebt omdat ze leuk waren, om dan achteraf zo erkend te worden. En de ridder, dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Het is ook de eerste keer volgens mij dat ik een mond vol tanden heb zien staan. Ja, dat gevoel had ik zelf eigenlijk ook. Dat overkomt me nooit, maar nu wist ik eigenlijk niet wat ik zeggen moest. Ja. En bij ridders denk ik altijd een beetje aan Ivanhoe en zo. Daar hoor ik dus nu bij. Ja. Ja, of de Knights of Saint Denis van Monty Python. Ja, zeker. Maar waar ik me veel van voorstel is om over een week of twee, want dan doe ik nog wat spreekuren in een andere gevangenis, daar zo met die spreekuren te gaan zitten doen. Zie je me zitten achter mijn bureau? Ja, eigenlijk niet. Ik ook niet. Ja. Maar goed, vind je terecht dat je hem gekregen hebt? Ik denk dat ik heel veel gedaan heb. Maar of dit terecht is, dat is niet aan mij. Dat moeten andere mensen over denken.
Maar als je het zo hoort opsommen wat er in de loop van de jaren allemaal gebeurd is, heb ik natuurlijk heel veel gedaan. En veel daarvan is min of meer per ongeluk heel goed uitgepakt. En ik ben ook wel trots op wat we allemaal in de loop van de jaren voor elkaar gekregen hebben. Want deze gevangenis, dat was toch een beetje de proeftuin voor het drugsbeleid van de gemeente. Hier kon het allemaal, hier konden we het proberen, hier konden we kijken, hier kwamen ze altijd weer terug. En uiteindelijk gebeurt er nu in de stad wat we voor een groot deel hier bedacht hebben. En dateert de stad nog steeds op? Zeker, zeker. Ja, want we zien in de stad minder drugsverslaafden, minder zwervers, minder dak- en thuislozen. We hebben op tal van plekken hebben we de opvang van dak- en thuislozen in woonvoorzieningen goed geregeld. Adequate medische zorg, activiteiten, ook erg belangrijk. Rust, regelmaat en reinheid. Dat was een van de motto's van Chris Kamermans. Ja, die we ook in de samenleving zien. Biedt mensen een vaste plek waar ze dag in dag uit terecht kunnen werken. Goede ondersteuning, goede voeding, goede gezondheid. En een leefpatroon ja, wat bij mensen past. En waar in de samenleving ook met elkaar goed gedijt. Mijn stuk zit er grotendeels op. Het zijn nu de dertigers en de veertigers die het voort moeten zetten, die de kar nu moeten trekken en met hun ideeën verder moeten. Dat geeft ook een heel tevreden gevoel. Wat is nou het allerleukste van al die jaren? Ik bedoel, Al die mensen die me altijd geholpen hebben. Al die mensen die altijd goede ideeën voor me verzonnen hebben, zodat ik ermee verder kon. Al die mensen die, als ik het niet meer zag zitten of als ik er verdrietig of moe van werd, me weer aan de gang kregen en ervoor zorgden dat ik er weer zin in had. Uiteindelijk gaat het om de mensen. En of het dan de gedetineerden of de patiënten of het personeel of je collega's zijn. Het gaat altijd om de mens. En je bent altijd nog huisarts gebleven natuurlijk. Wat was daar dan zo leuk aan? Dat is het allerleukste beroep van de hele wereld. Leuker dan dat bestaat het niet. 30 keer per dag komt er iemand bij je binnen met een probleem. Je geeft een hand, je zegt ga zitten. Je vraagt wat is er aan de hand. En ze gaan helemaal voor je open. Ze vertellen alles. Fantastisch. En je kan ze nog helpen overvragen. Nu hier hield een actie om kerstbomen met kluit terug te planten. We staan hier bij een terrein waar kerstbomen worden geplant. En het wordt beheerd door Nu Hier en Noordplus. En we willen graag weten wat hier allemaal precies gebeurt. Ik heb begrepen dat hier kerstbomen door gewoon mensen, door alle Rotterdammers kunnen worden geplant. En we gaan ze even interviewen en vragen waarom ze dat doen. Goedendag, wij zijn van Cinejak TV en we wilden heel graag weten wat jullie hier aan het doen zijn op deze plek. Ik ben Abdel Sali van coördinator bij Noordplus, organisatie hierachter. Kleine welzijnsorganisatie. Wat wij hier doen is kerstbomen planten. En u bent van Nu Hier, klopt dat? Wij zitten dus eigenlijk aan de andere kant, hebben een leegstaand pand in gebruik genomen. En het terrein is van PWS. In 2007 is er een pand afgebrand, de Palace. Toen hebben ze het gesloopt en sindsdien lag het braak. De woningcoöperatie PWS wilde toch graag dat er iets zou gaan gebeuren met braak in het terrein. Omdat voorlopig niks gaat gebeuren hier. Ze zijn het aan het ontwikkelen. Dus het duurt nog zeker 2 à 5 jaar voordat er echt iets gaat gebeuren. En in de tussentijd hebben ze ons gevraagd om deze plek tijdelijk in te richten. En wij zijn echt op zoek gegaan naar van wie wil hier wat. En wie zou echt iets willen doen in de openbare ruimte. Dus we hebben eerst de bouwhekken weggehaald. Zodat we openbaar worden, toegankelijk. En een van de onderdelen die zijn we nu aan het verder uitwerken, dat is de kerstbomenkwekerij die we zijn gestart. En de reden om de kerstbomen te planten, de kerstbomen doen het goed op zandgrond. En op bouwgrond is vaak zand, hè. Dat is meestal geen aarde, geen goede grond om in te telen. Dus we hebben een kerstbomenkwekerij gestart met het idee dat mensen volgend jaar een kerstboom kunnen komen leasen en die dan daarna weer terug komen brengen. Maar omdat we een aantal gaten hadden, leek het ons ook een heel goed idee om een oproep te doen aan mensen die al een kerstboom hebben met een kluit, om die te komen planten en dan volgend jaar het weer te komen halen. En tot wanneer kunnen mensen hun kerstboom hier naartoe brengen? In principe vandaag, hè. Vandaag 6 januari, is zeg maar het klassieke einde dat je je kerstboom uit je huis moet halen. Dus daarom was de oproep 6 januari. Dat is vandaag, eigenlijk is het de dag. En als ze toch nog een kerstboom hebben die ze heel graag willen planten, dan kan dat. Dan moeten ze even melden. En dan kunnen ze even mailen naar info@vinier.org.
heb ik toch nog een aantal vragen over andere activiteiten die jullie hier gaan organiseren op dit terrein. Wat voor plannen hebben jullie, zeg maar, voor het komende jaar? Hebben jullie al een aantal plannen die jullie hier willen organiseren? Eigenlijk organiseren we niet zozeer als het wel dat we proberen te faciliteren. Dus is hier inmiddels een moestuin gemaakt die dus afgelopen zomer heel goed heeft gefunctioneerd. Samen met Noordplus en Horken Vakschool die daarachter zit, wordt die onderhouden en ingeplant. En iedereen kan daar dus oogsten. Dus dat is iets wat al loopt. Die willen we wel heel graag uitbreiden met de buitenkeuken. Dus we gaan in het voorjaar nog een buitenkeuken plaatsen, zodat mensen ook kunnen oogsten en gelijk kunnen koken. Dus een podium voor mensen die willen optreden. Dat doen we wel als mensen van Plankenhuis, dat zijn mensen van Zatkin College. En het idee was ook dat het mensen van Fitness Lifeline hier buiten fitnesslessen zouden geven. Dat is goedendag meneer, mag ik u vragen wat u zojuist heeft gedaan? Zojuist samen met de hond heb ik de kerstboom van dit jaar naar de stalling gebracht. En waarom heeft u dat gedaan? Nou, omdat mijn vrouw die kerstboom had gekocht bij Albert Heijn, maar er zat een kluit aan. Dus wij hadden al een beetje het idee van wat gaan we er nou mee doen na kerst. En ik ben dan altijd wel geneigd om hem in de vuilnisbak te gooien, maar zij was daar absoluut tegen. En toen kregen we een e-mail van Esther van der Wiel, die hier een kerstboomstalling heeft georganiseerd samen met een hele organisatie. En ik dacht toen, nou, dat is een mooie oplossing. En daar ben ik hier. En dit is uw boompje die we hier beneden zien? Dit is het boompje. Ik weet niet hoe oud hij is, maar het is een klein boompje. En hij is gekocht bij Albert Heijn. Voor de kerst uiteraard. En hij heeft ons de hele tijd gezelschap gehouden. En nu gaan we hem hier achterlaten en hem volgend jaar weer ophalen, hoop ik. Gaat u hem ook steeds water geven? Ja, ik heb gehoord dat dat wel nodig is. Tenminste, vandaag waarschijnlijk niet. Maar als het in de zomer heel droog wordt, dan moeten we wel een beetje voor de boom zorgen. In het kapelletje was een bijeenkomst over Loverboys.
staan voor Wijktheater Het Kapelletje en we gaan eens kijken hoe het zit met de online detective tegen Loverboys. Controlt die prostitutiemensenhandel van de politie. Om even zo, dan zien ze jou van. Van de week stond nog een artikel in de Volkskrant van joh, Loverboys, het is allemaal een hype. Hoe denk jij hierover? Nou, we zien natuurlijk een groot verschil tussen de Loverboy van jaren geleden en de Loverboy die op dit moment actief is. Jaren geleden een relatie aangaan, wachten op het schoolplein, weken, maanden, soms nog langer. Voordat het moment daar was dat de vrouw of het meisje het geld moest gaan verdienen, de prostitutie. Tegenwoordig zien we dat het allemaal veel sneller moet. Het gaat puur om het winnen, om het verdienen van geld. Of dat nou de prostitutie is, of inmiddels het afsluiten van gsm-abonnementen, of het op naam zetten van scooters, het maakt ze niet uit. Geld moet er verdiend worden. En dat kun je ontzettend snel, die doelgroep kun je ontzettend snel bereiken op internet. Hoe zet je ze aan het denken over het onderwerp? Ja, op verschillende manieren. Ik zal eentje noemen die heel goed aankomt. Heel veel kinderen hebben heel veel vrienden op huis en dat is algemeen bekend. En die Loverboys, wij geven altijd aan al van, nou dat zijn inderdaad Loverboys, zo heet het liedje ook. Maar wij dames moeten ook een beetje naar onszelf kijken. Dus we confronteren hun ook een beetje met hun eigen gedrag. En dat doen we dan door middel van, nou, als je straks naar huis gaat, neem je een lekker kopje thee, mama heeft voor je gekookt, log je in op je computer. En dan ga je weer lekker op je huis en dan moet je maar eens even checken hoe je zelf op die foto staat. Dan wordt het in één keer helemaal stil. Want dan kijken ze elkaar aan en zitten van, ja foto, dat is niet goed man. En dat zijn een boy, die weet wat je voelt, wie je bent, wat je wil en wat je bedoelt. Zo wil ik de alle aandacht alleen maar voor je. Vertel wie je bent. Ja, ik ben Reshmi. Ja. En ja. Wat doe je? Ja, ik zing, ik rap en ik dans heel veel. Ja. Hoe ben je bij dit project terechtgekomen? Ik ben benaderd door de gemeente Rotterdam voor dit project en ik stond er meteen achter. Waarom stond je er meteen achter? Ik werk met jongeren in Rotterdam, eigenlijk in heel Nederland. En dat raakt je gewoon, dus daar wil je gelijk aan meewerken. Zoveel liefde, alle aandacht, alleen maar voor jou. Ik ben Jean Kusters, ik ben de korpsexpert mensenhandel van de politie Rotterdam-Rijnmond. En hoe bent u betrokken geraakt bij dit project? Nou, ik geef ook leiding aan het controleteam prostitutie en mensenhandel. Dat is een team van de politie dat ook mensenhandel bestrijdt en dus ook Loverboys. En vanuit die rol, vanuit de ketenaanpak, is de politie ook betrokken bij deze campagne. En hoeveel gevallen zijn er inmiddels al gemeld bij politie Rotterdam-Rijnmond van Loverboys? Nou, we hebben in het afgelopen jaar ongeveer 200 signalen van illegale prostitutie uitgerechercheerd. En daarvan hadden er toch 26 betrekking op een Loverboy. En we hebben het afgelopen jaar 15 minderjarige meiden uit de prostitutie gehaald. Nou, dat klinkt al heel erg goed. Dit project is nu aan de gang. Jullie hebben een danseres, rapper, een alleskunner eigenlijk gecharterd. Dat klinkt heel leuk, is ook heel leuk. Waarom hebben jullie niet gekozen voor een ex-loverboy of een slachtoffer die daar misschien wat meer uit ervaring ook kan spreken? Deze doelgroep bereik je eigenlijk alleen als je er middenin kunt staan. Op het moment dat je met een slachtoffer komt, kan dat best werken. Maar het kan ook zo zijn dat ze dan denken van ja, dat is jou wel gebeurd, maar dat gaat mij niet gebeuren. Wat Reshmi heel erg goed doet, dat is dat de tekst is natuurlijk ontzettend goed. Titel Loverboys en Loverboys, nou dat is al uitstekend. Maar daarna gaat ze ook in gesprek met die meiden en dan gaat ze het hebben over, kijk nou eens naar je hives, kijk nou eens naar de site, hoe sta je er zelf op en hoe gedraag je je en hoe gedraag je in het uitgaansleven. En let nou toch eens een beetje meer op hoe je acteert en wat je voor de webcam doet. En dan zie je op dat moment dat die meiden echt gaan nadenken van ja, oké, misschien doe ik het ook wel niet helemaal zoals het hoort. Deze liefde is echt en is niet te verklaren. Als je bij hem bent, kan je uren naar de zaden. Kunt u misschien nog wat tips geven over het voorkomen van? Ja. Kijk samen met je ouders ook eens een keer naar hives. Hè. Hoe sta je erop? Is dat gepast of niet? En luister dan ook naar je ouders als die zeggen van, nou, volgens mij is dit toch eigenlijk wel iets te gedurfd.
banner legt met hoeveel vrienden je toelaat op je chat sites en op je MSN en je Hives. Die hebben toegang tot al jouw informatie. En op het moment dat je iemand als vriend accepteert, kan het ook een vriend van een vriend van een vriend zijn, maar dan lijkt het al vertrouwd. Ben alert in het uitgaansleven. Let op je drankje. We hebben steeds meer onderzoeken waarbij GHB wordt misbruikt. Hè. Dat meiden oud gaan en daarna dingen doen die ze normaalwijs nooit hadden gedaan. En last but not least is de webcam. Alles wat je voor de webcam doet, moet de dag daarna op de voorpagina van de krant kunnen staan. Als dat niet kan, moet je het niet doen. Want alles wat je voor de webcam doet, kan binnen seconden wereldwijd online staan. En dat gaat er nooit meer af. Met alle gevolgen van dien. En dan ben je heel erg makkelijk te chanteren. Als u een filmpje wilt terugkijken, dan kan dat op www.siniaknoord.tv of bij YouTube, Twitter of Facebook. Dag!